stormgloor. Vlog! We hebben hem voor de eerste keer laten zwemmen. Kijken of hij het nog een keer wil doen. Pak de bal. Pak het dan. Pak het dan. Kom maar. Ja, lopen. Goed zo. Lopen. Ja. Ja. Ga maar. Goed zo. Goed zo. Goed van jou. Kom maar. Vandaag is het zover. De eerste stap van mijn prijs die ik heb gewonnen in de talentenbattle in januari. Ik ben op weg naar de studio van André Kooijman. En ik was eigenlijk van plan om tijdens het rijden te filmen, maar het waait zo hard dat ik echt allebei mijn handjes even nodig had aan het stuur. En nou ben ik inmiddels in de woonplaats van de studio. Dus nou kan het wel eventjes voorzichtig. En ik ben er bijna. Dus ja, hartstikke spannend, want we gaan vandaag kijken wat voor liedje dat we gaan doen. Wat voor liedje dat we gaan maken, schrijven, componeren dus. Ik hoop dat ik alles een beetje gefilmd kan krijgen. En ik wil jullie meenemen op dit avontuur. Dus let op, we zijn zo bij de studio in 3, 2, 1. Tada! We zijn er. Nou, we zullen even gaan kennismaken. Bij André Kooijman. Yes. Nou, eindelijk kennis gemaakt met André Kooijman. Hier zit hij. Dat is hem. Hallo. En we hebben even wat ideetjes doorgenomen over de muziek die we gaan produceren. Althans, die hij gaat produceren. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat het gaat worden. Het is ongeveer 2 weekjes. Plus minus. Wat het gaat duren. En dan krijg ik het eerste demotje opgestuurd. En dan ik ben echt razend benieuwd wat het gaat worden. Dus het balletje is aan het rollen. En we hebben nu dik 2 uur aan het kletsen geweest, geloof ik. Nou, we liggen wel goed op 1 lijn. Dus ik ga hem weer lekker aan het werk zetten, want hij heeft het druk genoeg. We gaan er tegenaan. Ja, precies. Mooi. Dan gaan we naar huis. Bruno is een hele knappe hond. Of niet? Want Jimmy die kan een trucje met hem. Laat maar eens zien. Kom maar.
Knap, hè? Ja, zoals je ziet, er is een hoop gebeurd. We hebben heel veel moeten organiseren. Onder andere voor het feestje en de tripje naar de studio. En ik moet eerlijk zeggen dat daardoor het vloggen een beetje is vergeten. Ah, vergeten is een groot woord. Alleen, het kwam niet altijd even goed uit. Dus ja, je moet het even doen met deze. Het is, er is van alles gebeurd. Ik heb het allemaal even een beetje laten zien. En ik hoop dat je het toch leuk vond om naar te kijken. Ik ben weer bezig met een aantal nieuwe projectjes om te filmen. Ik ben ondertussen ook mijn vrouw een beetje aan het leren hoe dat ze met de camera al moet gaan. Met de grote camera, zeg maar. Dus we willen wat vaker samen op pad gaan om dingetjes te filmen. En het wordt hartstikke leuk. We hebben er al heel veel plezier in. We zijn vanmiddag ook weer met z'n tweeën het park in geweest met de hond. En een beetje met die camera gespeeld. En met de hond ook natuurlijk. Dus hartstikke leuk. Dus lekkere weer komt eraan. Dus we zijn dadelijk veel buiten te vinden. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Niet vergeten te abonneren op Stormgloren. En vond je het een leuk filmpje? Even een blauw duimpje. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye.